Het hele typische op dit moment in onze ploeg is dat wij beter spelen, beter voetbal spelen dan dat we voor de winterstop hebben gedaan. Maar dat we qua rato minder punten halen. Dus in dat opzicht is het een cruciale wedstrijd om mee te blijven doen voor de play-offs, als je dat bedoelt. Ja, ja. Mee eens. Wat een rare gewaarwording. Beter spelen en minder presteren, althans qua punten. Ja, klopt. We spelen tegen Almere prima wedstrijd, winnen we met 5-1. Uit Jong Ajax spelen we uitstekend, verliezen we helaas met 2-0. En afgelopen vrijdag spelen we in de eerste helft die heel goed is tegen Go Ahead Eagles. Nou, die wedstrijden hebben ons 3 punten opgeleverd. En voor de winterstop zat het wat dat betreft iets meer mee, dat we minder speelden, maar meer resultaat boekten. Nou, ik ben ervan overtuigd dat als wij dit niveau blijven halen, dat we onze punten gaan pakken en onze wedstrijden gaan winnen. Ja, want dat zou ook iets kunnen zijn, hè, van de slotfase van de competitie. Als het er echt om gaat, dat dan ook de grote jongens en de jongetjes van elkaar onderscheiden worden. Dat klopt helemaal wat je zegt. En wij hebben grote jongens, dus wij gaan ons daarin onderscheiden. Ja. Voel je iets van druk? Heel het seizoen aanhikken tegen die play-offs. Het moet kunnen, het moet gaan gebeuren. En ja, nu is het ineens toch wel weer een lastige verhaal. Nou, druk leggen we onszelf op met name op. En we zijn hier ingestapt en we hebben intern uitgesproken dat we zo hoog mogelijk willen eindigen op de ranglijst met zo goed mogelijk spel en met een ontwikkeling van de ploeg. En de druk die we onszelf opleggen, die is groter dan dat andere mensen ons opleggen. Dus wij voelen geen druk. We kijken wel enorm uit naar het slot om te kijken hoe ver we staan en tot hoe lang we mee kunnen doen om. Ja, want ik ben dan zo'n zure teletextvolger en die constateert dan rechter rijtje. Nou ja, Dat is de terechte constatering als je de teletext kijkt. En wat ik zeg, we spelen beter en de laatste wedstrijden halen we minder punten. Nou, dat is aan ons om dat snel te gaan draaien. En nogmaals, we zijn tevreden met de ontwikkeling die de ploeg doormaakt. En we kijken uit naar het slot van de competitie om daarin maximaal te kunnen presteren. En ik ben ervan overtuigd dat we daarin goede zaken kunnen gaan doen met z'n allen. Ja, en ik kijk uit naar FC Os Cambuur, want wat voor jullie geldt, geldt eigenlijk ook voor de tegenstander. Maar dat geldt denk ik voor plek 6 tot en met nummer 15 onderhand. Nee, het is weer een competitie waarin alles heel dicht bij elkaar zit, de verschillen klein zijn. En dat geldt voor Cambuur. Maar ik ben met name bezig met onze ploeg, met FC Os. En we proberen zo goed mogelijk op die wedstrijd te prepareren en op het vervolg van de competitie. En daarom nemen we ook geen risico met kleine pijtjes links of rechts.